Dit vind ik een mooie plaat. Kwabbenoot die overvallen wordt door die rare gast met dat rare apparaatje in zijn hand. En die ook gewoon meteen het huis binnendringt. En gewoon naar boven gaat. Gewoon, ja, Robert Hoes en Kwabbenoot die weten niet helemaal wat ze overkomt. Maar ze weten hem toch te pakken voordat hij de Marsupilami gaat storen. Spip bemoeit zich er ook nog heel eventjes mee. Ja, en dan uiteindelijk... mag deze beste man eens gaan uitleggen wat hij nou allemaal kon doen daar. QRN op Bretzelburg, het 19e album van André Franquin, het ene laatste in de reeks die hij zou maken, waarna hij zou stoppen. Dus zelfs bijna op zijn hoogtepunt maakte hij nog een van misschien wel de mooiste Robert Hoes albums die hij, van de hele collectie die hij gemaakt heeft. Ik vind het nog steeds een prachtige cover. Het is een prachtig album. Ik denk dat heel veel mensen dit album zullen noemen als je hen vraagt wat is je favoriete Robert Hoes album of wat is een van de mooiste Robert Hoes en Kwabbenoot album. Ik noem hem zelf meestal niet. Terwijl, ja, laatst kwam het even ter sprake met Leen Oele van GoFM, waar ik regelmatig even voor de Zeeuwse radio wat striptips geef. En toen kwam dit album even ter sprake. Tot ik zoiets van, ja, ik ga hem toch weer eens even pakken en toch weer eens lezen. En toen had ik gewoon zin om de camera aan te zetten. En ondanks de hitte toch even een vlog erover te maken. Maar niet alleen dat, want bij mijn Instagram post maakte iemand even een opmerking over het feit dat Franquin ten tijde van dit album, toen hij dit album aan het maken was, dat hij in een depressie zat. Nou, dat maakt dan even de prestatie des te groter. Maar toen dacht ik in één keer van, goh, ik heb nog iets van Franquin. Misschien staat daar even wat meer in over die hele situatie. En dat is deze. En ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik deze al 6 jaar of zo in de kast heb liggen. Doorgebladerd heb, maar nog nooit eens echt gelezen heb. Een bijlage bij Knak, een Vlaams blad, denk ik even. Ik ken het natuurlijk even niet, maar ja, over Franquin. Dat heeft iemand destijds voor mij geregeld dat ik hier een exemplaar van kreeg. En daar staat heel veel in over Franquin, dat snap je wel. Maar er staat ook er staan 2 pagina's in over, jawel, QRN op Bretzelburg. Nou, hier heb je die 2 pagina's, die ene... Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Want dit is wel erg leuk. En hier wordt inderdaad, in dit verhaaltje hier, wordt even aangegeven dat hij inderdaad in een depressie zat. En dat hij gewoon een jaar lang dit album eigenlijk links heeft laten liggen. Gewoon omdat hij er natuurlijk zijn hoofd er niet naar stond. Nou ja, uiteindelijk heeft hij toch afgemaakt op scenario van Greg. Greg kennen we natuurlijk. Onder andere van Olivier Blunder, maar nog heel veel meer. Dat zeg ik omdat ik deze pas gelezen heb en daar ook in deze dagen nog weer een vlogje van gaat komen. Of in ieder geval, dit album komt in een vlog, laat ik het even zo zeggen. Maar goed, even terug naar deze QRN op Bretzelburg. Nou, hier zie je meteen al even wat schetsen, want er wordt hier in het verhaal ook uitgelegd dat er wat dingen veranderd zijn ten opzichte van de originele pagina's. Je ziet even het verschil tussen het Frans en het Nederlandse. Ja, want in het Nederlands moet natuurlijk een ander liedje gebruikt worden. Maar deze pagina, die is dan het meest interessant. Want deze pagina, dit is de originele pagina. En niet zoals de pagina in het boek is verschenen. Ik zal hem er heel even bij pakken. Want dat is in principe gewoon... Nou ga ik het even zo doen. Kijk, dan heb je ze even naast elkaar. En dan zie je even het verschil. Daarmee. Je ziet dus dat hele gedeelte hier zo, waarbij Robert Hoes eerst een aantal andere apparaten pakt en bijna geëlektrocuteerd wordt, dat is er gewoon allemaal uitgehaald. Dat is op zich wel jammer dat dat het geval is. Maar goed, ja. Dus vandaar dat ik er even aan dacht om deze er even bij te maken. Als jullie het leuk vinden, zou ik hier ook eens een vlogje over maken. Maar dan ga ik hem ook eerst even lezen. Hè? Want nou zit hij weer op mijn netvlies. Dus nu heb ik zoiets van, ja, die gaan we nog weer eens lezen. Nou ja, goed. Weet je, hoe het album opent is ook al geweldig. Want dat is natuurlijk even de opzet naar waarom die zendamateur naar
robbedoes en kwabbenoot moet gaan. En dat heeft allemaal te maken met een of andere miniatuur transistorradio waar Spip en robbedoes helemaal gek van worden. Marsupilami ook. Alleen op een gegeven moment gebeurt er iets waardoor Marsupilami dat ding inslikt en dat ding belandt uiteindelijk in zijn neus. En wederom krijg je dan weer zo'n opmerking: de lichaamsbouw van dat dier verrast ons telkens weer. Elke keer weer kom je toch weer nieuwe dingen ervan tegen. Maar goed, het lastige is, ze zijn voorlopig dus niet van die radio af. Dus Pippa heeft zoiets van, ik ga er vandoor. Nou, die wordt tegengehouden. Nou, je krijgt een heel gedoe met dat ze echt helemaal gek worden van die radio. Want ja, hier kunnen, ze kunnen hem niet uitzetten. De batterij kan wel een paar dagen meegaan. Het wordt zo erg dat de Marsupilami, ik zou bijna zeggen, een wanhoopsdaad begaat. En zichzelf gewoon knock-out slaat. Nou, dan komt het punt hier zo, eventjes. Dit. En dit is wel heel even interessant, want hier zien we even wat termen. Uw GRK is tot 4 gezakt. En hier nog eventjes QSA3. Ja, de vraag is dan even, want, hè, net als dat QRN, hè, bedoel, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik had, dat is de titel, dat zal wel. Maar ja, om de een of andere reden moest ik er toch eens aan denken. Toen dacht ik, ik wil toch eens weten, waar staat dat QRN nou voor? En dat is een term die komt vanuit de ham radio, van de radio. Ja, ik wil niet zeggen amateurs, want dat zijn geen amateurs. Ik heb namelijk ooit in het verleden wel eens bij een ver familielid zo'n apparaat gezien. Dat is, het ziet er heel tof uit, maar ja, je moet daar wel wat voor kunnen om daarmee te werken, want dat ding heeft allerlei regels en termen en een hele eigen jargon zit daarbij. En QRN heeft te maken met statische interferentie. Hoeveel, of je daar last van hebt, ja of nee. GRK, dat kon ik nergens vinden. Het enige wat ik aan GRK kon vinden was Radio Genk in België. Dus ik had zoiets van, misschien is dat, hè, voor de Vlaamse vertaler hebben ze dat ervan gemaakt. Maar je hebt wel QRK. En dat heeft te maken met de verstaanbaarheid van, ja, de transmissie. En daar zit een nummer aan. Alleen dat nummer, dat zit tussen de 1 en 5. En het gekke is, 4 betekent goed. 1 is slecht, 5 is heel goed. Wat je later ook nog tegenkomt is QSA. Een QSA heeft te maken met de sterkte van het signaal. Dus dat zijn allerlei termen die in dit boek naar voren komen, waar ik altijd maar gewoon overheen gelezen heb en waarvan ik gewoon dacht, en mede ook voor de video, maar dacht ik van, joh, daar wil ik eens even wat meer van weten. Dus bij deze weet je even, ja, waar die termen voor staan. Nou, dan krijg je dus die Mark Switch, heet die. Die gaat dus, die heeft zoiets van, er is een stoorzender, die stoort mijn transmissie. En die gaat er achteraan. Nou, dan krijg je dus dit beroemde stuk. Dan gaat hij vertellen wat er aan de hand is dat hij contact heeft gelegd met de koning van Bretzelburg. Bretzelburg. Voordat mensen weer gaan zeggen, je spreekt dat op zijn Amerikaans of op zijn Engels uit. Dat probleem heb ik, dat weet ik. Sorry daarvoor. Zal nog vaker gebeuren. Bretzelburg, want dat is natuurlijk Duits. En die koning die zegt dat hij gevangen zit. Nou ja, op zich heb je zoiets van, prima, leuk dat je dat weet, wat moet ik daarmee? Nou, er komt een hele goede reden aan dat ze toch die kant op moeten. Omdat, ja, kwam er nou even een gunst gevraagd wordt die dat doet. Nou, je ziet ook meteen al een klein beetje dat die radio-installatie er allemaal heel erg ingewikkeld uitziet. Dus daarom zeg ik ook, het zijn geen zendamateurs, het zijn echt wel zendprofessionals. Maar goed, ja, er is een soort persoonsverwisseling en Quarnoot wordt ontvoerd door de Bretzelburgse geheime politie of staatspolitie. Nou ja, goed. Robbedoes is een hele simpele. Die zegt gewoon van, joh, wij gaan die kant op. Heel simpel. En die Mark Switch heeft nog zoiets van, nou, oké, veel plezier, goede reis. Ja, en vervolgens heeft Robbedoes zoiets van, niks ervan. Jij gaat gewoon mee, want eigenlijk is het een klein beetje jouw schuld. Nou ja, je ziet het al, die Mark Switch is een bange scheiter van hier tot ginter. Maar goed, hij moet dus uiteindelijk mee. Niet dat hij nou echt een hele grote hulp is voor Robbedoes, maar goed. Ondertussen, ook heel gaaf, Quabbenoot wordt aangezien voor Switch. Zit in de gevangenis en krijgt te maken met, ja, weet je, er zit nog genoeg in. Hier gaan we even naartoe. Dr. Kilikiel, waar zelfs de politie bang van is. Een wonderlijk figuurtje. Die eigenlijk, Quabbenoot gaat proberen te martelen met wat hele erge dingen. Nou, is dat martelen moet natuurlijk een klein beetje, niet al te
erg zijn. Dus vandaar dat we het even zo doen en daar natuurlijk ook even een komische noot in doen. Het is wel erg belangrijk dat er even wat ontspanning in zit. Nou ja, goed. Ondertussen, ook zo leuk, de marsupilami was naar de dierenarts gebracht. Maar ja, die laat zich niet opsluiten. Dus die gaat wel achteraan. Heel even nog over die martelscène. Dan kom ik toch heel even terug hierop. Want hier wordt even beschreven dat er nog een scène in zat. Dat Carbonaut een stuk moest lopen in schoenen die een paar maten te klein waren. Dat stuk hebben ze er ook uitgelaten. Er zit trouwens geen beeldmateriaal van bij, helaas. Maar dat hebben ze er ook uitgelaten omdat ze dat eigenlijk te erg vonden. Dus ja, vandaar. Maar goed, dat, het is interessant, al die leuke weetjes van dit boek. Ja, ondertussen, ja, Robidoux en Mark Switch die zijn dus bezig om te proberen Carbonaut te bevrijden. En tegelijkertijd maken ze even kennis met hoe het daar aan toe gaat in dat land. Bijvoorbeeld dat je, als je in de bus ingaat, dat je moet fietsen zelf. Dat soort zaken. Het is dus een heel arm land. Nou ja, waar dat geld allemaal naartoe gaat, dat leer je als je dit album aan het lezen bent. Ik ga ook niet even alles over vertellen. Maar goed, ik denk dat dit soort zaken wel duidelijk zijn wat er aan de hand is met die koning en met die, wat is het, maarschalk. Die blijkbaar een hele grote invloed op hem heeft. Nou, en die Kilikiel, dat is ook wel erg leuk. Die heeft nog een... Het is niet alleen een martelaar, nee, die heeft ook nog een andere passie. En dat is namelijk koken. Daar is hij heel erg gek op. Maar hij gebruikt dus uiteindelijk dat koken ook om hem, om Carbonaut aan de praat te krijgen. En ja, gewoon die tekeningen zijn geweldig, dat hele verhaal. Ja, prachtig. Prachtig verhaal. Uiteindelijk, mede door de marsupilami. Die zelfs op automatische piloot nog weet te werken. Weet die Carbonaut te bevrijden. En als ze op de vlucht zijn, dan komen ze uiteindelijk... dit is ook zo'n... Voor de mensen die claustrofobisch zijn, lijkt me dit echt een nachtmerrie. Ik zou dat echt vreselijk vinden om door zo'n gang te moeten kruipen. Maar goed, ze komen uiteindelijk... En dat is echt maar een heel klein stukje in het hele verhaal. Komen ze uit bij de... Ja, het verzet. Nou ja, het verzet bestaat dus eigenlijk maar uit twee mannen. Waarvan er eentje dus heel erg met explosieven bezig is. Erg leuk allemaal. Van dit soort hele flauwe grapjes zitten er dan in. Nou goed, uiteindelijk weten ze natuurlijk de maarschalk, of de generaal heet hij trouwens, te ontmaskeren. En ze weten de koning weten ze weer aan de macht te brengen. En dit keer... neemt hij ook flinke maatregelen. En dan blijkt dat het buurland helemaal niet zulke vijandige intenties heeft. Nou ja, goed. En, even nog ter besluit. De Kilikiel heeft zijn roeping gevonden en heeft een prachtig restaurant geopend. Oh ja, en Mark Switch krijgt zowaar een medaille voor getoonde moed. Yeah, right. Ja, goed. Ik zeg het gewoon nogmaals, het is een fantastisch album. Het is prachtig getekend. Dat is echt, elke pagina weer is het gewoon genieten. En het verhaal is ook gewoon heerlijk. Al die elementen die erin zitten. Het is echt een avonturenverhaal. Maar er zitten dus ook wat van die elementen in. Van dat hele radio gebeuren, hè? Dat radio zenden. Dat vond ik wel heel erg interessant hoe dat hierin verwerkt is. Dus ja, zeker een pareltje uit de... vele mooie Robidoux albums die Frankin gemaakt heeft. En zeker eentje om nog weer eens te gaan herlezen wat ik pas ook gedaan heb en waar ik zeker van genoten heb. Dus die wilde ik met jullie delen in deze lekkere lange video. Maar ja, wat moet je anders doen met die hitte dan niks doen? En gewoon lekker even YouTube kijken naar een van de favoriete Robidoux albums. Misschien is het ook wel jouw favoriete Robidoux album. Ik ben toch alles door elkaar aan het doen qua Robidoux. Dus bij deze even, welke Robidoux album wil jij dat ik de volgende keer bespreek? Laat dat in de comments even weten. En het album wat het meest genoemd wordt, daar ga ik een vlog over maken. Nou, in ieder geval zou ik zeggen, als je hem weer een keer gaat herlezen, wens ik je veel leesplezier. Heb je hem nog niet? Ik kan het me niet voorstellen.
Stripwinkel kan je er zeker aan helpen, dus ga hem dan bij de stripwinkel halen en ga hem lezen, want dit is echt een fantastisch album. Ik wens je veel leesplezier, bedankt voor het kijken, tot de volgende vlog.